Eindhoven moet het in deze Brabantse derby in Os doen zonder 22 van de 45 treffers. Want zowel Jort van der Zande als Joey Slegers zijn er niet bij vanavond. In de spits nu Dave de Meij. En die creëert hier heel knap de eerste kans voor de ploeg van Rob Penders. Eindhoven goed bezig. Laatste 4 wedstrijden gewonnen. Maar ook Top Os is thuis al 5 wedstrijden ongeslagen. De ploeg van Bob Peters. Maar dit is wel de 1-0 voor FC Eindhoven. Het is de aanvoerder Amafor die scoort. Maar Amafor loopt zich daar eigenlijk heel makkelijk vrij uit de rug van Jan Lammers. En dan is ook Alblas geslagen en leidt FC Eindhoven. Eindhoven dat afgelopen maandag nog binnen een kwartier met 3-0 voor stond tegen Excelsior. En die wedstrijd won. Hier komt een antwoord van Top Os. Iedereen denkt trouwens dat deze bal over de zijlijn gaat. Maar via de hoekvlag blijft die bal binnen. Wordt opgepikt door Leliendal. Daar is Margarita met de voorzet. En wat een heerlijke goal zeg. Goedemorgen. Daar is hij weer. Kai Tean. De wonderspits uit Os. Met zijn 11e van het seizoen. Ja, hier staan er al een paar de boel te organiseren bij Eindhoven. Die denken aan een hoekschop. Maar dan wordt de bal opgepikt. Snel voorgebracht. En wat doet hij dit toch weer acrobatisch zeg. De straatvoetballer uit Amsterdam-West. Ooit 2 keer invaller bij Volendam in 2018. Nu breekt hij eindelijk door in het betaald voetbal, Kai Tean. Maar leidt hij hier ook balverlies in de tweede helft. Als Eindhoven dan toch maar weer een keer aanzet. Dalhaus zet de aanval op, krijgt hem terug. Loopt dan dwars door de defensie heen. En Jasper Dalhaus met een hele knappe treffer zet hij Eindhoven weer op voorsprong. Hier al aan de bal. Eugenia, de invaller, bezorgt hem op maat terug. Ja, dan kan voetbal toch ook weer heel mooi zijn op zo'n avond in het Frans Heese Stadion. Want we hebben toch al een paar fraaie treffers gezien. Os is wel wat beter in de tweede helft. Dat leidt niet tot echt hele grote kansen. Brim hier en de overtreding van Jan Lammers. En dan gaat er wel ook nog eens op de stip. Sander van der Eijk kan hier niets anders. Bal op 11 meter en dus de kans voor Eindhoven om de wedstrijd helemaal definitief naar zich toe te trekken. Charles Brim staat achter de bal, maar de redding is goed zeg van Norbert Alblas. En ook de rebound gaat er dan niet in. En zo blijft het nog even spannend hier in Os. Goeie redding van Alblas. En ook Vermeulen krijgt de rebound er niet in. Dan komt er nog één hele grote kans voor de thuisploeg. Maar deze bal van Ensingi gaat uiteindelijk over. En zo wint een gehandicapt Eindhoven voor de 5e keer op rij. Dit keer bij Os.